Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag de cirkel of friends maken. En dit is hij. Hij is prachtig. Hij is met dubbele draad gehaakt met de Royal. Maar eerst wil ik jullie even hartelijk bedanken voor het kijken naar mijn haakkanaal. Graag ja, de duimpjes omhoog en abonneren. En ja, het is heel leuk om iedere keer weer iets nieuws te bedenken. En ja, daarom vind ik het ook leuk de reacties te lezen. En als jullie de filmpjes delen, dan, ja, dan kan iedereen meegenieten van deze mooie granny. Ja, je hebt dus nodig om de granny te maken, 22, of om de deken te maken, zo moet ik het zeggen. De deken van deze mooie granny heb je 22 bollen Royal nodig. Maar van de Royal, ja, je kan even kijken hoeveel meter. Hier zit 241 meter op met een bol van 100 gram. En als je 22 bollen hebt, dus heb je dus 2200 gram nodig voor een hele deken. Maar je kan ook met de Saskia wol van de Vibra, je kan ook je restjes opmaken. En, maar ja, goed, ik ga eerst beginnen om uit te leggen hoe je deze granny kan maken. Je hebt nodig haaknaald nummer 6, een stopnaaldje, een schaartje. Hij wordt gehaakt met dubbelgaren. En ik ga nu proberen even, ja, deze granny, ik ga nu met wit en grijs beginnen. Dus ik wil even weten hoe dat het effect is van een ander kleurtje, om met een andere kleur te beginnen. Maar je kan natuurlijk alle kleuren gebruiken die je wil. Ja, het is heel leuk. En ik zal zo een centimeter even pakken en dan zie je ook hoe groot dat deze granny wordt. Ik heb nu even een centimeter bijgepakt. En ik kom op 23 centimeter uit. Ja, 23 centimeter is één granny bij mij. Maar ik heb iemand gesproken die heeft deze ook gemaakt. En die komt op 26 centimeter uit. Dus je moet zelf even meten. Eerst voordat je eigenlijk denkt van ik heb zoveel lapjes nodig voor de breedte, zoveel lapjes voor de lengte. Ja, normale lengte voor een deken is 1,80 meter ongeveer, bij de breedte 1,30 meter. Dan moet je zelf even kijken hoe dat jij uitkomt, want niet iedereen haakt even los en even vast. Kijk, stel dat jij op 26 uitkomt, ja, dan heb je gewoon minder grannies nodig. Dan moet je eventjes kijken hoe dat het bij jou uitkomt. Maar we gaan beginnen met de eerste toer. En de eerste toer is dus met dubbel garen, dus ik ga heel eventjes nog mijn garen ja, dubbel bol maken en dan zie ik je weer terug. Ik heb nu een dubbele draad gemaakt, tenminste gewoon één bolletje van twee draden. En dan gaan we beginnen. Ik leg even mijn bolletje hier in een mandje. En dan haal ik hem er even door en kijk even of dat werkt, want dan rolt mijn bolletje niet zo gauw weg. Ik leg het mandje er even op. Zo. Kan ook als onderzetter. Je ziet het. Kan overal voor. Nou, we beginnen met een opzetlus. En dit is de eerste toer en je haakt 6 lossen. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes. En dan sluit je de ring in de eerste steek met een halve vaste.
Dan is dit je eerste toer. Dan begin je met toer 2. Dan pak je 4 losse en dat is een dubbel stokje. 1, 2, 3, 4. Dan doe je nog 15 dubbele stokjes in de ring. En een dubbel stokje sla je 2 keer om. Even kijken of ik draad kan pakken zo. Ja, zo'n mandje schuift natuurlijk ook lekker mee. Kijk, deze telt mee als stokje, dus in totaal 16, maar 15 dubbele stokjes. 1, 2, 3. En als je 15 dubbele stokjes hebt, dan zie ik je op het eind weer terug. En we zijn nu op het einde van de tweede toer. Je hebt 15 dubbele stokjes gehaakt. En als je deze meetelt, dan is het 16 in totaal. Dus 15 dubbele stokjes plus deze, dit is 16. Dan sluiten we de ring in de 1, 2, 3, in de derde lossen. Met een halve vaste. Dus dit was toer 2. Nu gaan we toer 3. Doen en dat is iets anders. Toer 3, dan begin je aan de verkeerde kant van je werk. Dus je draait je werkstuk om. En dan zie je aan deze dit stukje garen. En nu gaan we aan de verkeerde kant van het werk, dus eigenlijk bobbels maken. En dan doen we 1 vaste en 1 dubbel stokje in 1 steek. Dus we beginnen met een vaste. En dan in diezelfde steek gaan we een dubbel stokje maken. In diezelfde steek zo. Door 2, omslaan door 2, omslaan door 2. Dan gaan we in de volgende steek weer een vaste zetten. Hier, dit is de volgende steek. Hier. En dan gaan we weer een dubbel stokje zetten in diezelfde steek. Dus in deze steek weer. Kan je het goed zien zo, want de zon schijnt erop. In dezezelfde steek gaan we een dubbel stokje zetten. In de volgende steek weer een vaste, een dubbel stokje, door 2, omslaan, door 2, omslaan, door 2. En dan gaan we naar de volgende steek weer, daar zetten we weer een vaste. En in diezelfde steek weer een dubbel stokje. Door 2, omslaan door 2. Goed alle lusjes pakken, omslaan door 2. En als je dan nu aan de goede kant kijkt, zie je? Dan krijg je die bobbeltjes. Dus toer 3 is een vaste en in diezelfde steek een dubbel stokje. En dan ga je naar de volgende steek weer een vaste, in diezelfde steek weer een dubbel stokje. En dan sluit je af met een halve vaste, maar daarvoor zie ik je nog even terug. Als het goed is, heb je op het einde, als je klaar bent, heb je 16 van deze bobbels. Maar we gaan met de verkeerde kant gewoon verder. En ik zie je op het einde van de toer terug.
We zijn nu op het einde van de toer. Toer 3 en we sluiten af met een halve vaste. In die eerste steek. En ik knip nu mijn draad af, want ik wil nu verder met grijs. Zo, en dan is dit dus de goede kant. En dan is dit toer 3 is klaar en dan heb je 16 van deze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 van deze bobbeltjes. En nu wil ik met grijs weer verder. Dus ik pak mijn bolletje grijs. Je pakt je grijze garen en je maakt een opzetlus. Steekt je haaknaald erdoor. Dan kijk je waar je geëindigd bent en daar steek je dus in. Je steekt in voor een bobbeltje. Je haalt je draad weer op en je zet een vaste. Dan zet je 3 losse. 1, 2, 3. En dan ga je om zo'n bobbeltje heen, ga je in deze steek, daar zet je weer een vaste. Dan weer 3 losse. En om het bobbeltje heen, hier omheen, hier zet je weer een vaste. Dan weer 3 losse. Om een bobbeltje heen een vaste. Dit is toer 4. In totaal moet je 16 boogjes hebben en op het eind zie ik je hier weer terug. Ik ben nu bij het laatste boogje, dus het 16e boogje. En dan sluit je af hier in met een halve vaste. En dan ga ik even kijken of ik nog van kleur moet veranderen. Kijk, want ik wil eventjes ik wil nu van kleur veranderen, want hier komen weer allemaal dubbele stokjes in. Dus toer 5, daar gaan we daar mee beginnen. En dat wordt dus nu weer wit, want ik heb hier grijs gedaan en dat wordt nu weer wit. Dan zie ik je zo weer terug, eventjes een ander kleurtje pakken. Nou, het andere kleurtje is dus wit, dat was bekend. Je zet een opzetlus erop. En dan begin ik even kijken waar ik het einde geëindigd ben. Ik begin in één boogje, daar zet ik een vaste in. Omslaan door 2. Dus dit is de vaste. Dan zet ik er 2 losse bij. Dit telt als eerste stokje. En nu gaan we hier nog 2 stokjes in zetten. Kijk, dit is het begin van toer 5. Dan gaan we in elk boogje 3 stokjes zetten. Dus toer 5 is in elk boogje 3 stokjes. Op het einde zie ik je weer terug. We zijn nu op het einde van het groepje van 3 stokjes in toer 5. Dus ik ga nog 1 groepje maken van 3 stokjes. 1, 2,
3. En dan sluit je af met een halve vaste in de 1, 2, derde losse van de eerste steek. En nu hecht ik even af, tenminste ik knip af. En dan gaan we weer met grijs beginnen. Want we gaan naar toer 6. Kijk, we gaan deze toer maar nu doen. We hebben al deze hebben we gehad, zie je? Deze bobbeltjes hebben we gehad. We hebben de boogjes gehad. En we hebben de groepjes met 3 stokjes gehad. En nu gaan we weer met die leuke bobbels verder. Maar daar pak ik nu grijs voor in plaats van wit. Dus ik pak even grijs en dan zie ik je zo weer terug. Je maakt weer een opzetlusje. En dan ben ik even mijn haaknaald aan het zoeken. We gaan nu in toer 6. Kijk, als je met 1 kleur werkt, dan hoef je allemaal niet te wisselen. We beginnen met 1 vaste, maar we gaan nu weer aan de verkeerde kant van het werk werken. Dus toer 6 is aan de verkeerde kant van je werk. Dus je keert je werk, waar alle draadjes zitten. Daar zet je steekje in. En dat is een beetje raar, want kijk, je steekt eigenlijk eerst in zonder je draad mee te nemen. Dat is iets handiger. Haal je lus door, omslaan. Door 1. Kijk, dan zit hij goed vast. Ik trek altijd nog een keer aan mijn draadje. Dan gaan we een dubbel stokje in de volgende steek zetten. Dus in de volgende steek zetten we een dubbel stokje. Dan gaan we in de volgende steek een vaste zetten. Dus de steken na zetten we een vaste. Weer een dubbel stokje in de eerstvolgende steek. En in de volgende steek weer een vaste. Weer een dubbel stokje in de volgende steek. En weer een vaste in de volgende steek. Weer een dubbel stokje in de volgende steek. Goed insteken. Dus echt dat je 2 lusjes hierboven hebt. Omslaan door, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2. En in de volgende steek je weer. En dan doe je een vaste. En als je dan naar de goede kant kijkt, dan zie je weer die mooie bobbeltjes. En in totaal heb je er 24, moet je op uitkomen. Dus we gaan nog even verder. Op het einde van toer 6 zie ik je weer terug. We zijn op het einde van toer 6. En we zetten nog 1 vaste in. En we sluiten de toer met een halve vaste. En de voorkant heeft dan 24 van deze mooie leuke bolletjes. Kijk, we zijn nu hier. Het is echt wel leuk om met verschillende kleurtjes te werken. Maar dat betekent wel dat je wat meer moet afvechten. Maar ja, ik vind het wel heel mooi om te zien zo. Kijk, het contrast is ook wel mooi om te zien. Kijk, want nu ga ik weer
met wit verder, want dit is grijs en ik ga nu met wit verder. Maar we zullen het rustig verder gaan uitleggen. We gaan nu verder met toer 7. Dan zie ik je zo weer terug. Je begint met een opzetlus. Maar ja, als je één bol hebt en hetzelfde garen, dan hoef je niet elke keer met een opzetlus te beginnen. Maar we pakken nu weer de goede kant van het werk. En ik zie hier dat er iets naar voren is geschoven. Die pak ik heel eventjes terug naar achteren. Jij. Zo. En nu gaan we insteken voor een bobbeltje. En we hebben deze toer al een keer gehad, maar dat maakt niet uit. Dit is toer 7. Ik leg even de andere weg, anders raak je in de war misschien. Garen aan de kant, zo. Je pakt je draad op en je zet hem vast erin. Dan zet je weer 3 losse, 1, 2, 3. En om het boogje weer ga je hierin een vaste zetten. En weer 3 losse. En om het bobbeltje zet je hierin een vaste. En weer 3 losse. En weer om het bobbeltje zet je hierin weer een vaste. 1, 2, 3 losse. En om het boogje weer een vaste. En nu moet je aan 24 boogjes komen. Dit is toer 7. Ik zie je hier op het eind weer terug. We zijn aan het einde van toer 7. Kijk eens hoe mooi dat hij is geworden. Ja, ik vind hem zo ook al heel mooi. Even meten. Je zou hem zo ook als onderzetter kunnen gebruiken. Maar we zijn nu op 18 of bijna 19 centimeter. Ja, ik til even de camera op dat je ziet van hoe mooi dat het wordt. Het is echt een ja, zo is hij met grijs en wit en dit is met wit en grijs, vind ik meer. Maar ja, je kan natuurlijk een hele deken maken met heel veel combi's en je kan hem ook in één kleur maken. Maar goed, we zijn op het einde van toer 7 en ik zet weer even de camera netjes neer. Je hebt 24 boogjes gehad van 3 losse, even de toer afmaken, 3 losse en een vaste. En we eindigen met een vaste hierin, in deze opening. Omslaan door 2. Nou, nu zijn we geëindigd en dan beginnen we met toer 8. En toer 8 begin je, even nadenken, je 3 losse, 1, 2, 3. Dus ja, dit telt als eerste stokje. En dan ga je nog 2 stokjes in dit boogje doen. Zo. Dus met toer 8 begin je met 3 losse en 2 stokjes en in het volgende boogje haak je 3 vaste. 1, 2, 3. En dan ga je nog in deze en in deze ook 3 vaste doen. Dus je doet in 1, 2, 3 boogjes. In elk boogje doe je vaste. Dus de volgende, oh, niet omslaan, doe je weer 3 vaste, 2, 3, 1, 2, 3. En dan gaan we nu weer 3 stokjes doen in het volgende boogje. Eén, twee,
we hebben nu 3 stokjes gedaan in een boogje en we zijn begonnen hier ook met 3 losse, 2 stokjes en dan 3 vaste, weer 3 vaste, weer 3 vaste, dan 3 stokjes en in het volgende boogje doe je 5 dubbele stokjes, dus 2 keer omslaan en dan doe je er 5 van in. 5 dubbele stokjes. Eén, twee, drie, vier en nu de vijfde nog. Kijk eens, zoals je ziet, zie je, dan wordt het dadelijk een vierkant en is dit de hoek van het vierkant. Ik zal eens een marker erbij pakken. Van die 5, 1, 2, doe je in de middelste even een marker, dat is toch wel makkelijk, want dan is dit de hoek. Zie je? Dan ga je weer in het volgende boogje 3 stokjes doen. 1, 2, 3. Dan ga je in de volgende 3 boogjes weer 3 vaste doen. Dus in de volgende 3 boogjes doe je 3 vaste. 1, 2, 3. Eén, twee, drie, één, twee, drie. Zie je, dan gaan we weer naar de hoek toe werken, dat is 3 stokjes. 1, 2, dus 3 stokjes, na die 3 vaste doe je 3 stokjes in het volgende boogje en nu ga je weer 5 dubbele stokjes maken in het volgende boogje, 5 dubbele stokjes. Even je garen pakken. Twee, drie, vier, vijf. Dan pak ik weer even een marker erbij en die zet ik van die in het middelste van die 5 dubbele stokjes. Zie je? En dan wordt het een vierkant. Dus je begint weer nu met 3 stokjes in 1 opening. Dan weer in die 3 losse, zeg maar, of in die 3 boogjes doe je 3 vaste. Dan weer 3 stokjes en op de hoek doe je weer 5 dubbele stokjes. Ja, ik vind het makkelijk om even een marker in de hoek te zetten, zodat je weet. Ja, dan wordt het gewoon een mooi vierkant lap. En dan zie ik je op het einde van toer 8 weer terug. En we zijn nu op het einde bijna van toer 8 en je ziet dat dit rondje is nu al in een vierkantje gekomen. Zie je dat? Hoe mooi? En we zijn nu op het einde hier met die boogjes van 3 vaste, 3 vaste, 3 vaste, 3 vaste. Dan gaan we nu nog 3 stokjes maken. En dan gaan we in het laatste hier nog 5 dubbele stokjes maken. 1,
2, 3, 4 en de laatste, de vijfde. En dat betekent dat deze ook weer een hoekje is, dus ik zet nog even een marker erin. En we sluiten toer 8 af hierbovenin in de derde losse. En dan is dit, ja, toer 8 echt mooi geworden. Nu gaan we met één losse omhoog en dan gaan we weer aan de achterkant van het werk beginnen. Dus we keren het werk weer. En nu gaan we, ja, we hebben al één losse omhoog gedaan en nu beginnen we weer met we beginnen met toer 9 en in toer 9 gaan we dus een dubbel stokje in de ene steek maken, dus in de eerste steek zetten we een dubbel stokje. Even opnieuw hoor. In de eerste steek zetten we een dubbel stokje. En in de volgende steek zetten we een vaste. Dus dan wordt het aan de voorkant weer een bolletje. En in de hoeken zetten we een vaste. Een dubbel stokje in dezelfde hoek. Haal ik even de marker eruit. En weer een vaste in diezelfde steek. Nou, dan hebben we de hoek gehad. Dan gaan we weer met een dubbel stokje verder in de volgende steek. En in de volgende steek zetten we weer een vaste. Dan weer een dubbel stokje in de volgende steek. En in de volgende steek weer een vaste. En als je bij de hoek bent, dus bij deze kant, bij de hoek, dan zie ik je weer terug, dan zal ik nog een keer de hoeken voordoen. We zijn nu bijna op de hoek van toer 9. Kijk, hier is de marker. En we hebben hier een dubbel stokje, dus dat betekent dat we nu een vaste moeten doen. Nog een dubbel stokje in de volgende steek. En op de hoek gaan we nu een vaste. Een dubbel stokje in dezelfde opening. Even opnieuw hoor. Ik zet even de marker eruit, want ik kan anders niet het dubbel stokje goed erin zetten. Dus we hebben de vaste in één opening gedaan in de hoek, dan weer een dubbel stokje. En dan in diezelfde steek weer een vaste. En dan ben je weer de hoek om. Dan ga je weer verder met een dubbel stokje. En in de volgende steek weer een vaste. En zo ga je weer helemaal af tot de hoeken. Daar zet je weer een vaste, een dubbel stokje, een vaste in één steek. En zie ik je op het einde van toer 9 weer terug. We zijn op het einde van de negende toer. En we sluiten af met een halve vaste in de eerste vaste. Dus je pakt die eerste vaste en dan haal je je draad door twee lussen.
En dan ga je weer naar je goede kant toe. Kijk eens hoe mooi, hoe leuk. Echt leuk, heel grappig. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Heel leuk. Echt, ja, ik vind het mooi om te zien, ook als je deze twee bij elkaar legt, zo. Het contrast. Maar we gaan nu toer 10 haken. En dat is de laatste toer. En die gaan we met grijs haken. Dus we zetten weer een opzetlus. En we gaan nu, kijk, deze toer haken. Dit is gewoon alleen maar vaste. En in de hoeken zetten we 3 vaste. Dus we beginnen, even kijken waar ik het begin heb. Hier dus. Aan de goede kant steek je in. Even 2 lusjes pakken, want ik zie dat ik hier 1 lusje maar heb. Insteken. Je pakt je draad op. Omslaan. En door 2. Dat is je eerste vaste. Dan gaan we in elke steek een vaste zetten. Dus toer 10 is in elke steek 1 vaste. Dan moet je echt eventjes je bolletje zo naar beneden duwen en dan zie je de steek zitten. Je duwt je bolletje een beetje naar beneden en daar is de steek al. Dit is toer 10. Ik zie je op de hoek even terug en dan laat ik je zien hoe je 3 vaste in 1 steek zet. We zijn nu op de hoek van toer 10 en het is dit bolletje, daar gaan we 3, even kijken hoor, we doen nog even 1 vaste hierin. Ja, en achter dit bolletje, hier gaan we 3 vaste in 1 steek zetten. Je pakt wel 2 lusjes. Dus je zet 1, 2, 3 vaste in 1 steek op de hoeken. En dan ga je weer verder. In elke steek een vaste. Komt het er zo uit te zien. Dan zijn dit de hoeken en in elke steek een vaste. En deze is dan met wit. Mooi, hè? Het einde van toer 10 zie ik je weer terug. We zijn op het einde van toer 10 en we sluiten de toer met een halve vaste. Zo. Dan heb ik het draadje afgeknipt, maar we gaan ze nog aan elkaar zetten. Want we zijn er klaar. Met de Circle of Friends Square. We gaan ze nog even aan elkaar zetten. Dus ik maak nog wel eventjes. Je kan ook natuurlijk de draad aan je granny laten zitten. Maar je pakt nu even je stopnaald. En dan gaan we ze nog aan elkaar zetten. Ik doe het ook met dubbele draad, is wel mooier. Je hebt dus aan je stopnaald een lange draad gemaakt. Je legt de
granny's met de goede kanten op elkaar. Dan ga je in die hoeken kijken. Je hebt hier dus 3 steken, 3 vaste en 1 hoek gezet. En bij de grijze ook. En dan pak je bij de grijze van die 3 steken, dan pak je die lus die het eerste zit, dus de buitenste lus. En van deze 3 steken, dus 1, 2, 3, pak je van de middelste ook de buitenste lus. En dan ga je elke keer van de buitenste lus, daar pak je het lusje van op. Pak je de buitenste lus. Het knoopje zit een beetje hier in de weg. Dat komt dadelijk helemaal goed. Je werkt nu nog lekker losjes. Je pakt de buitenste lus. En je pakt de buitenste lus. De buitenste lus. En de buitenste lus. Dan ga ik nu weer het werk even openleggen. En dan ga ik nu aan de draad trekken. En dan zie je hoe mooi deze afwerking is. Even goed het kijk, als je dan nog harder aan die draad trekt, dan zie je hoe mooi dit gaat sluiten. En dan krijg je echt die bovenste lussen, die komen tegen elkaar aan. Ik zou zeggen, veel plezier met de video. Graag duimpjes omhoog als je nog meer video's van mij wil. En of tenminste als je hem leuk vindt. En graag abonneren en dan krijg je als eerste de nieuwste haaksteken. En bedankt voor het kijken. Tot de volgende video.